Gefeliciteerd. Ja? Nee, nee, nee. 2019. 20 maanden. 20 maanden. Maar goede thuis goede afspraken gemaakt ook? Want ja. Ik bedoel, je hebt het nu zo druk. Hier, ja, met die kleine ik had genoeg tijd, want het is een tijd stil geweest. Dus, ja. Maar je wordt technisch manager, maar je bent niet TD, begrijp ik. Dat is nog steeds Jan van Hals, dat toch? Dat is technisch directeur. Ja. Ja, dat is Jan van Hals. Jij bent technisch manager. Ja. Wat is het verschil precies dan? Een directeur die is even een statutaire bevoegdheid en ik niet. Dus ik kan ook geen mensen ontslaan of zoiets. Maar ik beleid wat ontwikkeld wordt door de directie, ondersteund door de technisch manager. Dat moet ik uitvoeren. Maar hij is de baas nog steeds op dat gebied? Nou ja, over bazen. qua organigram is hij mijn baas, dat klopt. Ja. En daarnaast ben je dus trainer voor een bepaalde periode. Maar misschien daarnaast zou je dan door kunnen groeien als directeur. Zag ik net op een videofilmpje voorbij komen. Dat je dat nog misschien ook wel ambieert dan. Of had ik dat verkeerd gezien? Ik weet niet wat jij gezien hebt. Zoveel gezien vandaag. Ja, ja. Ik heb ook vaak voor een camera verschenen. Nou ja, nee, ik heb de vraag gesteld of dit mijn laatste club was als trainer. Ik zei dat zou kunnen. Ik bedoel, het begint bij mij wel steeds meer te leven om beleidsmatig dingen te gaan doen en van het veld af te stappen. Maar zover is het nog niet. Ik heb nog te veel plezier om op het veld te staan. Vandaar dat ik ook deze functie heb geaccepteerd. Schijt eruit, man. Als er nou één en echt een trainer is, volgens mij, ben jij het wel. Ja, maar op een gegeven moment die daarmee bezig is, die daar enorm veel plezier en enthousiasme en het leuk vindt en tijd insteekt en ook boeken leest en doet. Nee, je hebt veel in jezelf geïnvesteerd. Kom op, man. Ga je technisch manager op bureau zitten? Nee, man. Ik denk dat wat doe je hier aan tafel? Ik denk dat het goed is om op een gegeven moment je kennis door te geven. Nee, joh, als je daar 65 nou, bent, wat Gert-Jan zegt, man. Ik had Gert-Jan... Kijk, dit is van hem een soort jeugddroom. Hij wilde altijd een keer bij Twente werken. Als je uit Enschede komt, begrijp ik dat wel. Maar ik had hem graag gezien als de man die de trainers op ging leiden in Zeist. Er is niemand die zich zo in zijn vak verdiept heeft. Dat hij maniakaal bijna. Ja, en dat heeft Zeist wel nodig. Ja, en dan heb je dus een beleidsmatige baan. Het valt geen kloten te verdienen, maar... Dat is niet allerbelangrijk. Nee, maar ik vergelijk het